Kijk niet zo. Zijn we een keer thuis met kerstmis, krijg ik dit gezeur. Jozef is gebroken. Jozef is al 3 keer gelijmd. Dit overleeft hij ook wel. Jozef is al 4 keer gebroken. En Maria die heeft geen schrammetje. Leg die stukjes in een schaaltje en help een beetje mee. Maar we zouden gaan schaatsen. Het is bijna kerstmis. Een week lang ellende. En voor wat? Het is gezellig. Oké. Tot hier eventjes. Het is nou net alsof jij echt zorgen maakt om Jozef. Dat is helemaal nog niet zo. Dat komt later in het stuk. En jij bent alleen maar bezig met ik wil schaatsen. Ja. Ja? En die moeder is natuurlijk chagrijnig omdat alles in de knoop zit. Ja? En dat probeer jij, ja? Daar baal jij van. Ja. Hey, hoi, leuk dat je even meekijkt. We zijn bezig met een repetitie van The Chris in het Parktheater. En dat is de nieuwe kerstvoorstelling van productiehuis Alphen. We gaan je even wat dingetjes laten zien. Dit is Alicia. En Alicia wil heel graag schaatsen, maar niemand heeft tijd voor haar. En als Alicia daarover klaagt, komt het hele huis tot leven. De borden, de pannen, het bestek. En daarom neem ik je eventjes mee naar de poppenmakerij. En daar zit Floortje. Ja. Er spelen wel 30 poppen mee in de hele voorstelling. Maar die poppen maken is niet makkelijk. Want ze moeten goed kunnen bewegen en ze moeten goed stevig zijn. Je liet me vallen. Dat is zijn schuld. Je liet me schrikken. Hoe kon ik dat nou weten? Er is zoveel dat jij niet weet. Ja, maar als ik wist dat ik het niet had geweten... Dan had je het wel geweten. Ja, en dan zou ik voorzichtiger zijn geweest. Dan zou ik nu maar wat voorzichtiger doen. Ik word gek. Ik haat kerstmis. Ga naar de Chris. De Chris? De Chris. De kerstman of Santa of hoe jullie hem ook noemen. Natuurlijk. De Chris. En waar woont de Chris? Daar. Maar waar daar nou precies is, dat weet helemaal niemand. Het enige wat Alicia wel weet, de Chris woont in een heel groot ijspaleis. En dat ijspaleis is Mels nu aan het bouwen. Mels. Ja, inderdaad, Bart. En dat is niet makkelijk. Want hoe bouw je een ijspaleis zonder ijs? De mannen hier achter me hebben in een werkplaats buiten het theater alles uitgedacht. Er komt een ijsschot, een ijsbureau en zelfs een ijsstoel. En vandaag proberen we de eerste dingen in elkaar te zetten. Ik vind het onwijs spannend, Mels. Vind je het goed dat ik even naar binnen ga? Waarom ook niet? Ja? Ga je gang. Elf thee. Oh, lekker. Geef die rendieren gewoon te eten. Wederom aarde. Een nieuwe voetbal. Wederom aarde. Dus. Ho, ho, ho. U bent de Chris. Wacht even. Ik heb uw hulp nodig. Wacht even. Nee, u zei wacht even. Het is bijna kerstmis. Ik heb nog werk te doen. Wederom aarde. Een nieuwe vrouw. Vrede op aarde. Vrede op aarde, vrede op aarde. En dat noemt zich de Chris. Koning Kerstbal, generaal Drillpudding, broeder Poedersuiker, uwe excellentie, zeer hooggerezen half afgebakken kerstkrentenbol, Nicolaas Chris de enige. En wat deed jij toen hij de kleedkamer in kan lopen? Je boog. Je boog dat je eigen smeerolie van de grond kon likken. Ik zei hem vriendelijk gedag. Ik heb geleerd ten alle tijden beleefd te blijven. Ik was Turkje aan het aankleden. Niemand hoeft mij aan te kleden. Doe je sjaal om! We zitten hier in de Griem. En van tevoren zorgen wij ervoor dat wij weten hoe iedereen eruit moet zien per personage. Dit is Noah. Noah ziet er normaal natuurlijk niet uit als een kalkoen. Maar door middel van make-up kunnen wij ervoor zorgen dat zij een kalkoen wordt. Alicia is ondertussen verder en die is terechtgekomen in een sneeuwstorm. En Alicia die wil kerstmis veranderen, maar ze heeft geen flauw idee waar ze naartoe moet. Waarom doet iedereen zo moeilijk? Waarom kan ik dit niet overslaan? Alicia, pas als je er helemaal alleen voor staat, kun je opnieuw leren luisteren naar de dingen waar jij in gelooft. Ik heb nog nooit een engel geknuffeld. Goed. Blikopener, Bebe, Turkey, we gaan. Daar naartoe. Zijn je
jullie ook zo benieuwd waar we naartoe gaan? Ga dan nu naar de website van het Parktheater en bestel je kaarten voor de quiz in december. We hopen jullie daar te zien. Doei!